Dit geknoei en gepruts kent u waarschijnlijk wel. U wilt slagroom in een rolletje spuiten, maar met de nieuwste spuitmondjes lukt dat van geen kant. De room komt amper in het rolletje en het meeste valt er gewoon weer af. De leverancier van een aantal slagroombussen die heeft gemeend de slagroomspuiten moeten veranderen. Met als gevolg dat wij de slagroom niet weer op een nette manier in de rolletjes krijgen. Dat wordt eigenlijk een enorme klieterboel op het ogenblik. Want die spuitjes die zien er heel anders uit. Vroeger was het een tuitje en nu is het een soort bolletje. Ja, deze spuitmondjes die spuiten de slagroom in de breedte en niet recht vooruit. Bij veel mensen leidt dat tot irritatie, maar er is een oplossing. Maar die houden we nog even geheim, want we willen eerst nog even rondkijken in de fabriek in Hogezand. In de afgelopen maanden zijn daar miljoenen rolletjes gebakken. Ze worden verkocht in heel Nederland en in Noord-Duitsland, want ook daar is het opgerolde koekje een traditie met oud en nieuw. Met man en macht wordt gewerkt om de laatste bestellingen voor de jaarwisseling de deur uit te krijgen. Met vrachtwagenladingen tegelijk gaan ze naar de winkels en daar vinden ze gretig aftrek. Vechter is de enige koekjesfabriek in ons land die de rolletjes maakt. Goed, en dan nu de onthulling van het geheim. De oplossing blijkt kinderlijk eenvoudig. En er is een goed oplettende consument geweest die ons een tip aan de hand gedaan heeft waar we mee zijn gaan experimenteren. En dat is gewoon een eenvoudig ballonnetje gebruiken. Die over de slagroomspuit heen trekken, het ballonnetje eraf knippen. En dan heb je een uitstekende manier om de slagroom in een rolletje te spuiten. Vaak zoeken we de oplossingen te moeilijk. En zoals ze zegt, dit is een kinderlijk eenvoudige oplossing, dus het kan niet beter. Mensen thuis zullen er blij mee zijn. Ik denk dat ze er erg blij mee zijn, als ze allemaal maar zorgens ballonnen in huis hebben.